Slackpoolen, wat is het, waarom zou je het doen en hoe doe je het? In deze video leg ik alles uit. Als we nou eens gaan kijken wat Slackpool is, dan zie je hier een voorbeeld. Nou zie je eigenlijk dat de bar al een beetje buigt voordat die van de grond afgaat. En dit is precies wat Slack is. Nou zie ik heel veel fouten die mensen maken en dat is vooral dat ze met hun armen trekken in plaats van de Slackpoolen uit hun benen. En ik zal zo even uitleggen hoe dat nou werkt, hoe je nou met je benen slack kan poelen. Maar je snapt waarschijnlijk wel, als je het met je armen doet, dat je armen gaan buigen. En eigenlijk het enige wat je doet, is je trekt aan die bar. Nou moet je even nagaan wat het doel is van slack poelen. En dat is vooral je positie vanaf de grond, dus je startpositie, kijk de vorige video, om die te behouden. Want vaak als mensen geen slack poelen, dan rukken ze uit aan die bar. Dat noemen ze ook wel yanken aan de bar. Waardoor hun startpositie dus helemaal verloren gaat en hun rug bijvoorbeeld heel erg bolt, waardoor hun lockout ook weer verslechtert. Let's go! Yeah, motherfucker! Dus als jij je startpositie hebt gevonden, dan moet je dit goed gaan toepassen. Oké, dus net heb je gezien wat ik nou bedoel met slackpoolen. En ik laat het altijd sumo zien, want ik pool zelf sumo natuurlijk. Dus het is vooral het voorspanning creëren. Maar wat ik al zei aan het begin, is dat je dit niet met je armen wilt doen. Dus je wilt niet dit gaan doen. Je wilt eigenlijk je armen lang houden en gewoon de bar lekker laten hangen in je handen. Dus dan pak je de bar en dan wil je eigenlijk door deze beweging met je benen, wil je de slack poelen. Dat doe je op deze manier. Dus je pakt de bar, je duwt nu eigenlijk naar boven met je benen. Je wilt eigenlijk naar het plafond toe. Waardoor je dus een klik hoort. Dit hoor je eigenlijk. En als je dat hoort, dan weet je dat je het eigenlijk goed doet. Dus je pakt de bar. Je doet je setup. En vanaf hier wil je de stack gaan poelen met je benen. En dit is hoe een goede slackpool eruit ziet. Nou kan je ook gaan wedgen. Oftewel roteren in de bar. En dat deed ik net. Dus er zijn sommige mensen die eerst hun startpositie vinden, dan doen ze hun heupen omhoog en dan roteren ze in de bar met hun bovenlichaam. Dat is ook wel wedgen. Kan je doen, alleen moet je het wel op de goede manier doen. Sommige mensen die wedgen te veel, dus die roteren te veel zoals dit en dan start je eigenlijk in een niet optimale positie. Dus als jij het goed kan doen, dan is het prima om te gaan wedgen. Ik vind het zelfs ook wel chill om dit te doen. Maar als het voor problemen zorgt, zoals bolling in je rug, waardoor je lockout dus weer slechter gaat, dan kan je beter niet wedgen. En dan kan je beter gewoon op deze manier gaan deadliften. Dit is het einde van de serie Sterke Deadliften. In de eerste aflevering hebben we bepaald hoe breed je nou moet staan, dus je stance. En in de tweede hebben we bepaald hoe hoog je heupen nou moeten starten, dus oftewel je startpositie. En in de derde, oftewel deze, hebben we bepaald hoe je nou slack kan poelen en of dat wedge nou geschikt is voor jou. Ik hoop dat deze korte video's jou een beetje hebben geholpen met je deadlifts. En in de volgende twee series ga ik behandelen hoe je beter kan squatten en benchen.